Dank u, voorzitter. We spreken over de Raad Algemene Zaken, maar dus ook over het meerjarig financieel kader. En daar wil ik graag mee beginnen. Want de Europese Commissie heeft voorgesteld om het budget met maar liefst 66 miljard euro te verhogen. Voor Nederland gaat het dan om een verhoging van bijna 3,2 miljard euro. Een fors bedrag, terwijl veel Nederlanders al moeilijk rond kunnen komen. Wij zijn dan ook zeer kritisch en horen graag waarom dit nu zo noodzakelijk zou zijn. Waarom, voorzitter, wordt er niet binnen het bestaande budget gekeken als je al tussentijds de begroting wil wijzigen? Dus dan maak je een verschuiving van de prioriteiten, zoals dat dan zo mooi heet, een herprioritering. Er gaat al zoveel geld naar Brussel, wat voor allerlei dubieuze zaken wordt ingezet, voorzitter. Er zijn enorme fondsen opgetuigd de afgelopen jaren, waar volgens mij ook nog veel geld zit, waar de minister naar zou kunnen kijken. Maar ik noem u ook een aantal gekke voorbeelden van wat er gebeurt in Brussel. Zo kwam deze zomer het bericht naar buiten dat de Europese Unie maar liefst 160 miljoen euro subsidie aan Frankrijk geeft om het wijnoverschot te vernietigen. U hoort het goed, 160 miljoen euro om wijn weg te gooien. Dat is toch krankzinnig? Wat gaat de minister tegen deze geldsmijterij ondernemen? En zo zijn er meer voorbeelden over allerlei omstreden subsidies aan de lidstaten. Die je volgens mij echt nog eens een keer goed zou moeten bekijken. Dan kan je de Europese Unie veel slanker maken. En niet omslachtig geld eerst naar Brussel en dan weer terug naar de lidstaten brengen. Voorzitter, kijk beter naar de bestaande uitgaven. Mijn vragen hier specifiek over zijn: gaat Nederland, gaat de regering dit voorstel nu blokkeren? Zo nee, waarom niet? Klopt het dat veel andere landen ook kritisch zijn, zoals Duitsland, Oostenrijk en de Scandinavische landen? Is het voorstel dan überhaupt wel haalbaar, vraag ik aan de minister. En gaat u ons, de Kamer, nauwgezet op de hoogte houden, zodat de Kamer bijtijds kan ingrijpen? We gaan natuurlijk richting het verkiezingsreces, maar Europa gaat door. En dan kunnen er allerlei besluiten genomen worden, maar wij moeten daar als Kamer van op de hoogte zijn, zodat we bijtijds kunnen bijsturen. Voorzitter, dan nog een vraag over de Europese uitgaven aan defensie. Want we zien een razendsnelle militarisering van de EU, inclusief de financiële middelen. Maar volgens mij moet de EU volgens zijn eigen regels uiterst terughoudend zijn in militaire activiteiten. Zie daarvoor artikel 41.2 van het Europees Verdrag. Om die reden is het Europees Vredesfonds, de European Peace Facility, ook buiten de Europese begroting gehouden. Een schimmige truc en de controle op het fonds is daardoor zeer moeilijk. Zie ook mijn moties daarover om de controle en het toezicht op dat fonds te verbeteren. Om het bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Rekenkamer. Om de jaarverslagen openbaar te maken. Dat is nu allemaal niet zo. En dat is vreemd, want er gaan miljarden om in dat fonds. Met name voor wapens voor Oekraïne. Er is nu een plan voor een Oekraïne-faciliteit. Klopt het dat hier ook voor 1,5 miljard euro aan defensie in zit? Is dit verenigbaar met het Europees verdrag? Graag een toelichting. Voorzitter, gisteren heeft mevrouw von der Leyen, rupsje nooit genoeg als het gaat om Europese bevoegdheden, haar State of the Union gehouden. En daar ging het ook over de uitbreiding van de Europese Unie met mogelijkerwijs Oekraïne, Moldavië, Balkanlanden, zodat de EU mogelijk meer dan 30 lidstaten krijgt. Er is zelfs sprake van een deadline van 2030. Dat lijkt mij onmogelijk voor deze landen, want ze voldoen eenvoudigweg niet aan de bekende Kopenhagen-criteria. Deelt de minister die mening? Er ligt een voorstel vanuit het Europees Parlement om de bevoegdheden van de Europese Unie vergaand uit te breiden. Lees even mee. Defensie, buitenlandse zaken, belastingen, klimaat, gezondheidszorg en onderwijs moeten allemaal ten dele naar Brussel worden overgeheveld. Dat is toch van de zotte. Op deze manier verliest de EU elk draagvlak. Gaat u deze voorstellen heel snel naar het Rijk der Fabelen verwijzen. Dank, voorzitter. Dank u wel. Dan is nu het woord.